Luc Ickink is voor TV-begrippen een harde werker, hij heeft een vijfdaagse werkweek met elke dag een één-uur-durende uitzending. Ter vergelijking, de plek naast hem bij RTL Boulevard wordt ingevuld door vier verschillende presentatoren. Die werken dus ook vier keer zo weinig als Luc, maar zelf zien ze dat vaak als een fulltime-baan. Na zeven jaar besluit nu ook Luc om wat gas terug te nemen. Luister eens, Luc, ik hoorde dat jij nog maar één keer in twee weken de podcast gaat doen, zegt collega Erik de Munk tegen hem in de boulevardpodcast. Luc bevestigt het nieuws: Ja, dat klopt. Het leek ons wel een aardig idee met mijn enorme gezin dat ik iets meer tijd heb, ochtends vroeg om daar ook aandacht aan te besteden. Collega Rob Goosens schrikt ervan: Oh, is dat de reden? Mag ik je nu Wietse de Jager gaan noemen? Wietse heeft van RTL Boulevard de bijnaam Wietse de Klager gekregen, omdat hij vanwege zijn gezin minder wilde werken bij Radio 538. Luc, hahaha, het is alleen de podcast. En ik blijf het ook doen, maar eens in twee weken. Erik, heb je al aan de luisteraars verteld dat Bridget die andere week de plek overneemt? Luc, nee, dat hebben we nog niet verteld. Dat is toch leuk? Wie gaat Luc vervangen? Erik, bij deze Bridget gaat die ene week dat jij er niet bent het doen met Rob. En om het hele feest compleet te maken, verrassing, ik kom in die weken ook nog extra aanschuiven om gewoon wat Hollywood Glamour de podcast in te slepen. Rob, dat vind ik wel heel leuk. Luc, dus jij gaat eigenlijk zorgen voor de soort Amerikaanse touch in onze podcast. Dat laten we een beetje liggen in bepaalde afleveringen en die kom jij dan eens in de twee weken even leveren. Erik, precies, want jullie gaan natuurlijk vaak niet verder dan de grens, weet je. Het houdt een beetje op bij Nederland, dan is het gewoon klaar.